dat we door Vestia en de deelgemeente waren gevraagd om iets te doen met de toekomst van deze wijk. En dan gaat het heel erg over bewoners, denk ik. Dus dan gaan we kijken wie er wonen en waar ze vandaan komen. Of dat ze hier al heel lang wonen. Of, en wij vonden het heel erg leuk om te kijken in mensen. De familiealbums en de schoenendoos en de kasten. En mocht zomaar. Ik ben Joop Rijngoud, fotograaf. Tenminste, ik was fotograaf. Ik ben nog steeds fotograaf. En wij werken al jaren samen. Nu ondertussen een jaar of vijf. En daar is dit dan weer een nieuw ding. Ik vind het leukst als mensen dus hier ontdekken wat wij met hun foto's hebben gedaan. Want zelf denk je ook, ja, je eigen familiealbum, wat zit daar nou in? Of is dat nou mooi? Of, nou ja, en als dan ineens zo'n plaatje heel groot wordt, wordt het echt prachtig. Dus dat de mensen hier kwamen kijken en verrast waren, zeg maar. Vorig jaar zijn we begonnen mensen voor deze locatie zichzelf laten waarderen. Wij doen er niks aan. Ik bedoel, het is gewoon hun eigen materiaal. Het is wie zij zelf zijn. En op andere plekken kan je dit ook gaan doen. Het is geen eindding wat hier hangt. Mensen komen nog steeds met hun familiealbums naar ons toe. Ja. Je, op een gegeven moment moet je even iets laten zien. Want ja, dan heb je. Maar het is een soort doorgaand ding gewoon. Ja.